Hey guys, goedemorgen. Ik heb nog een beetje ochtendstem. Ik ga zo naar de Linda-redactie. Ik ben op de redactie waar het één groot inpakfestijn is, want we gaan verhuizen heel binnenkort. Oh, mijn batterij knippert als hij dit maar volhoudt. Ik heb net een meeting gehad over de covershoot van het maartnummer. En nu ga ik snel een andere afspraak in en dan een Instagram 2019 afspraak in. Om te kijken waar we jullie blij mee kunnen maken en mee kunnen verrassen online. Als er nog dingen zijn die jullie willen zien van Linda Meijden op YouTube of Insta, laat het me zeker even weten in de comments. Daar luisteren we altijd heel erg naar. Dus let me know. Ik ga weer racen. Wel in supermensenpak vandaag weer. Hey guys, ik ben thuis en ik heb me even lekker omgekleed in iets chills. Deze trui heeft dus de langste mouwen uit de geschiedenis van de wereld. Vind ik dus zo lekker. Dus heb je altijd of hele lange mouwen of je kan je hand er helemaal even stoppen. Ik heb een glitter joggingbroek aangetrokken. En ik heb net op Insta Stories gevraagd of jullie mij al jullie vragen die jullie hebben over mijn werk als hoofdredacteur van Linda Meijden willen sturen. Nu heb ik in een paar minuten echt insane veel vragen al. Het gaat maar door. Ik denk niet dat ik die allemaal kan beantwoorden, maar ik ga er even een paar doen. En misschien wordt het dan nog een uitgebreidere video een keer. Maar hier alvast een voorproefje. Als je het dus leuk vindt om ook met zulke dingen mee te praten of op de hoogte te blijven, zorg dan dat je me even volgt op Insta. Want daar gebeurt natuurlijk veel ook qua interactie en live dingetjes. Heb je een diploma gehaald dat in verband staat met je job? Ja, ik heb communicatiewetenschap gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en een master in corporate communicatie, dus het communiceren van bedrijven. Ik heb daarnaast ook stage gelopen bij Grazia als schrijver en bij Elle ook als schrijver. En daarnaast had ik natuurlijk mijn blog waar ik op mijn 19e al mee begon en dus veel schrijfervaring op deed. En mijn eerste baantje was al bij een communicatiebureau om teksten te verbeteren en dat soort dingen. En ik heb verder fotografiecursus, Photoshopcursus allemaal op eigen initiatief gedaan. Tweede stage was ook mijn eigen idee, omdat ik gewoon gefascineerd was door de Elle. Eigenlijk door de Elle Girl, maar die is er niet meer. En dacht, ik moet daar hoe dan ook binnenkomen. En een stage is toch dé plek om te laten zien wat je in huis hebt en om dingen te leren. En zo ben ik daar toen aangenomen. Ik ben eerst gaan studeren in de richting die ik interessant vond. Dus marketing, communicatie, journalistiek, etc. Maar niet te specifiek. Toen ben ik zelf me gaan ontwikkelen door dus blogs te schrijven, foto's te gaan maken, leren kijken dus en met tekst bezig te zijn, extra stages te doen. En uiteindelijk ben ik dus 3 jaar als redacteur bij Elle gaan werken. Dus deed ik veel grote interviews en dat soort dingen. Veel artikelen schreef ik over mensen in relatie tot mode. Dus een kijkje in de kast van mensen of een kijkje bij mensen thuis. En uiteindelijk werd mijn online werk, wat ik voor mezelf deed, dus de blog destijds en Instagram, zo groot dat dat eigenlijk een job op zich was. En toen heb ik voor mijn eigen ding gekozen. Ik geloofde gewoon heel erg in online. Maar ik heb altijd die enorme liefde gehad voor een tastbaar iets maken. Dus een magazine dat je in de Albert Heijn, in de ACO, wherever ziet liggen. Dat je pakt, waar je je in herkent, dat je echt raakt. En dat je dan 5, 6 euro waard vindt en een aantal uur van je tijd op de bank. Werkte je voorheen ook al voor Linda of voor de uitgeverij? Of ben je op basis van je portfolio gevraagd? Ik kende Sanne Groot-Koerkamp al jaren, want zij werkte eerst voor Glamour als hoofdredacteur. En altijd als ik haar sprak, dan waren we ideeën aan het uitwisselen. En de meidendoelgroep, dus 18 tot 28... staat natuurlijk heel dicht bij mij, want ik ben zelf 29. Dus allerlei onderwerpen waar jonge vrouwen mee te maken hebben, daar ben ik net doorheen. En kan ik misschien een beetje met een adviserende rol naar meekijken of over nadenken. En ik had altijd heel veel leuke concrete ideeën en sparmomenten met haar. En op een gegeven moment ging zij weg. Zij ging naar de Quest en toen werd ik gevraagd om koffie te drinken. Ging ik met haar en met Hilda van der Bel. Dat is echt de grote boss lady binnen Linda. Die is eigenlijk de baas van alles wat er gebeurt. Van alle Linda titels tot Linda TV, Linda Nieuws, de Linda Foundation, het festival, etc. Raakte eigenlijk in gesprek en zeiden ze, ja, we hebben dus jou in gedachten voor deze functie. Hoe zie jij Linda Meijden? Zijn we heel lang gaan praten en ook over mijn visie op deze doelgroep en op het blad en de online kansen. Dus hebben we een aantal gesprekken gehad en uiteindelijk ja, zijn we gewoon gaan zoeken naar een manier waarop dit zou werken naast het werk dat ik zelf al online doe. Dat versterkt elkaar natuurlijk ook heel erg. Dus ik wilde dat zelf niet opgeven en zij wilde dat ook helemaal niet natuurlijk. En op die manier hebben we een vorm gevonden die voor ons werkte en ben ik precies 1 jaar geleden begonnen. Dus ik werkte niet eerder bij deze uitgeverij, maar heb wel bij zowel Sarah als Hearst gewerkt. In print. Zoeken we nog stagiaires? Ik krijg allerlei stagiaire aanvragen.
We zoeken altijd gemotiveerde, slimme meiden op het gebied van beeld. Dus meedenken over fotografie-series, op het gebied van vormgeving, op het gebied van marketing. Niet zozeer op het gebied van schrijven, want we hebben dan niet zoveel echt schrijvers in dienst. Maar stuur gewoon een mail met waarom jij een toevoeging bent voor het blad, wat je kan, stuur wat ideeën mee. Want als wij merken dat jij al twee stapjes vooruit denkt en iets toe kan voegen, dan heb je natuurlijk een hele grote kans. We willen gewoon zien wie jij bent en wat jij kan bijbrengen aan het blad. Ik heb trouwens een aantal video's gemaakt over solliciteren en cv-tips en e-mailtips en sollicitatiegesprektips. Dus wat voor vragen krijg je veel, hoe bereid je je daarop voor, wat doe je aan? Dus die zal ik even hieronder deze video linken, zodat je daar even veel meer info kan zien over hoe je een stapje dichter bij je droomstage of droombaan komt. Wordt anders veel te lang. Waar ik vooral op let bij sollicitaties voor stageplekken bijvoorbeeld, is vooral, en dan niet alleen maar Linda, maar ook bij mensen bij mij persoonlijk werken, is vooral een persoonlijke klik. Ik heb het idee dat je heel veel skills kunt aanleren en praktische zaken kunt aanleren, maar het gaat er echt om, snapt iemand jouw stem? Snapt iemand je stijl? Heb je dezelfde humor? Vind je dezelfde dingen belangrijk? Kijk je op dezelfde manier of een manier die elkaar aanvult naar de wereld? Want dat zijn dingen die je veel minder kunt aanleren en het praktische dat komt dan nog wel. Al heb je natuurlijk in elke organisatie mensen nodig die vooral meer praktisch zijn of die meer creatief zijn. En dat is natuurlijk een perfecte balans vinden. Maar daar let ik vooral op. Blijft iemand me bij en waarom? En ik hou van mensen die positief zijn en zin hebben om te werken en ergens voor te gaan en niet om alles gaan zeuren. Iemand vraagt, wat is precies je rol en hoe vul je die in? Linda Meijden was een blad dat voordat ik kwam al heel goed liep en het er gek uitzag. Dus mijn toegevoegde waarde of rol zit hem ten eerste in het persoonlijke maken van het blad. Wat bij reguliere Linda natuurlijk heel goed werkt. Je hebt Linda de Mol op elke cover staan. Je kunt je met een persoon verbinden. Ze schrijft een voorwoord, ze legt het thema uit. En je hebt toch het idee, dit wordt door mensen gemaakt. En als Linda de Mol het kan of durft of wil, dan ik ook. En dat miste nog wel bij mij, het had geen gezicht. En dat vertaalt zich natuurlijk ook online door. En dat ik hier op deze kanalen ook met jullie over Linda Meijden praat. Het krijgt een veel tastbaarder, persoonlijker gevoel. Daarnaast neem ik alle kennis die ik heb over online na 10 jaar influencer mee naar Linda Meijden. Daar was eigenlijk nog niet heel veel qua online strategie. Er was geen YouTube kanaal, Instagram zag er prima uit. Maar kon nog zoveel meer uitgehaald worden. Stories waren er nog niet echt. En nu hebben we met Linda Meijden Instagram de hoogste engagement van alle vrouwenbladen in heel Nederland. Dus daar ben ik echt onwijs trots op. We groeien mega hard. Vorige maand hadden we nog 4000 nieuwe volgers in een maand. Dat blijft maar groeien, dus dat is te gek. YouTube hebben we nu zo'n 2 maanden. Daar heb ik heel lang, onder andere ook met Ilse en Merel en Gabi. Dat zijn dan collega's van marketing en online teams. En met Jane gewerkt aan een online strategie, een look and feel, een inhoudelijk plan. Een onderscheidend plan, wat gaat alles kosten, dus er gaat enorm veel gedachte in. En nu hebben we al heel veel video's daarop staan die boven de 100.000 views hebben en sommige zelfs 200.000 views. Nou ja, en dat met 10.000 abonnees. Dus daar ben ik ook enorm trots op, dat we video's weten te maken die net als het blad mensen weten te raken, die over echte onderwerpen gaan, die iets losmaken, die spraakmakend zijn, soms een beetje schuren, het online gedeelte oppikken en ook kijken hoe we dat kunnen commercialiseren was een belangrijke rol. En daarnaast sta ik natuurlijk ook door mijn leeftijd en doordat ik de hele dag aan het denken en aan het kijken ben, sta ik heel dicht bij deze doelgroep. Het is een hele goede match en ik weet als ervaringsdeskundige, maar ook als contentmaker, heel goed wat jonge vrouwen bezighoudt en welke onderwerpen leven, waarover gepraat wordt. En dan ook op welke manier, op welke toon, met welke woorden, wie we tof vinden om te volgen. Dus een soort voelsprieten in de doelgroep, dat is ook iets wat ik toevoegen of wat mijn rol inhoudt. En daarnaast gaat het natuurlijk over heel erg de grote lijnen van het blad uitdenken. Dus wat is nou precies Linda Meijden? Wat maakt het anders dan Linda, dan andere titels? Waar willen we heen zodat we er over 5 of 10 jaar nog zijn? Wat zijn kansen die er liggen? Dat soort grote rode draadbeslissingen komen natuurlijk ook bij mij terecht. Maar daarnaast lees ik ook elke letter en elk woord dat in het blad komt en elke foto zie ik. Dus ook op detailniveau ben ik heel betrokken. En hoe dat eruit ziet naast mijn andere werk voor Instagram, YouTube, shownieuws en met merken samenwerken. Ik ben niet een baas die 5 dagen in de week achter een bureau kan zitten. Ik heb simpelweg niet die tijd. En dat is ook het eerste wat ik zei toen we hierover gingen kletsen. Hoe dan qua tijd? Maar tijd is natuurlijk ook maar een praktisch iets en daar kun je wel een weg in vinden. Niet altijd perfect, maar
het werkt voor ons. Hoe we dat in de praktijk meestal doen is, ik ben op dinsdag altijd op de redactie. En dan kan iedereen me vragen stellen en heb ik meetings. Een van die meetings heet bijvoorbeeld titelteam. Dat betekent dat iedereen uit verschillende disciplines, dus marketing, vormgeving, art direction, tekst, sales, online en ikzelf. Dus iedereen die bij een titel betrokken is, is dan bij elkaar en die praat elkaar bij over de laatste ontwikkelingen. Andere meeting die typisch is, is de doorloop. Dat betekent dat we met alle producers gaan zitten en bespreken hoe gaat het met elk artikel dat in het volgende nummer komt. Of zelfs de aankomende twee nummers. Dat gebeurt allemaal op die dag. En dan ben ik daarna helemaal kapot. Want dan moet ik natuurlijk over heel veel dingen nadenken. On the spot beslissen en zo. Op de andere dagen van de week doe ik dan mijn leeswerk. Dus ik lees alles. Soms komen teksten twee keer bij mij terug. Of ik lees ze eerst in een Word document. En daarna nog een keer in een layout. Dus als opgemaakte tekst, hoe ze in een blad terechtkomen. Heb ik meetings met adverteerders of ga ik naar events toe? Schrijf ik natuurlijk mijn editorial. Denk ik na over de koers van het blad. Bekijk ik strategieën die mensen hebben aangeleverd. Bereid ik brainstorms voor of ben ik zelf aan het brainstormen. Dus al dat denk- en doewerk gebeurt op de andere dagen. En dat heeft eigenlijk niet zozeer een vaste planning. Want zo werkt het gewoon niet. Er komen gewoon dingen op me af. Artikelen die meteen gecheckt moeten worden. Of bijvoorbeeld zo'n Michelle Obama project voor de trouwkijkers. Ja, dat krijg ik dan door. Dat moet binnen anderhalve dag of twee dagen gewoon op de rail staan. Met een contentplan dat klaar is om naar de geheime dienst in Amerika te gaan. Ja, dan ben je gewoon nachtenlang aan het werken. En iedereen is dan full force bezig. Dat kan je niet echt plannen. Dus in die zin kijk ik gewoon elke dag, dit zijn mijn prioriteiten qua werk. Dat ga ik zo en zo en zo afwerken. Laat dat niet heel veel ruimte voor flexibiliteit per se. Het is gewoon een volle dag altijd in mijn leven. Maar ja, dat is wat het is. En zo deel ik dat in. Wat zijn je lievelingsmomentjes als hoofdredacteur? Nou, dat zijn er echt heel veel. Ik heb echt het idee dat deze baan, alles wat ik leuk vind en alles waar ik goed in ben, dat zijn best specifieke dingen. Ik ben niet iemand die 100.000 dingen kan. Maar alles wat ik wel echt goed kan, komt in deze functie samen. En alles waar ik gelukkig van word. Ik vind het werken met het team fantastisch. Het is zo leuk omdat bij Linda echt de allerslimste, beste mensen werken. En het is natuurlijk een titel met zoveel prestige. Dus mensen werken hier met heel veel trots. Er is heel veel warmte. Mensen gunnen elkaar dingen. Dus dat vind ik wel echt iets wat me heel blij en trots maakt. Waar ik ook heel trots op ben, is als een idee zo uitpakt zoals we in gedachten hadden. Dus een cover die nog vetter is dan ik had kunnen voorspellen. Of een blad dat door het dak gaat qua verkoop. Of een shoot of een interview wat er zo mooi uitziet. Of iemand die dingen zegt die mij echt iets doen. Of die iemand nog nooit ergens heeft gezegd. En ik vind het ook heel tof dat Linda Meijden steeds meer ook een titel is waar mensen hun verhaal kwijt willen en ons vertrouwen. Dus zo hebben we natuurlijk als eerste de babyfoto's van Monica Geuze mogen schieten. Samen met Lars. En dat was echt iets. Ik wilde dat heel graag. Ik dacht, ik ben heel benieuwd hoe dat family life eruit ziet. En jullie natuurlijk ook. Dus ik hoopte echt dat zij dat met ons wilde doen. En dat wilde ze dus. Dan doe ik ook echt mijn best dat het foto's worden waar zij super blij mee is. Die ze bij wijze van spreken boven haar bed zou willen hangen. Die ze nog jaren hebben. En zo heeft Bibi Breijmans voor het eerst bij ons over haar burn-out verteld. Wat natuurlijk een intiem en kwetsbaar onderwerp is. Maar dan weet ze denk ik dat wij daar integer mee omgaan. En ja, dat betekent ook wel heel veel voor mij. Dat wij verhalen kunnen maken die ik nergens anders heb gezien. Net zoals Lil Kleine met zijn vriendin. Hun eerste shoot samen op de cover. Ze hebben nog nooit samen een shoot gedaan. Totdat Linda Meijden ze daarvoor vroeg. En dat was ook echt niet iets wat ze zomaar zouden doen. Dus dat zijn dan dingen waar ik echt trots als dat lukt. Maar verder ook als ik gewoon van jullie DM's krijg dat jullie Linda Meijden zitten te lezen. Of meenemen naar het buitenland. Of dat jullie iets herkennen. Dat vind ik echt te gek. Er staan natuurlijk heel veel echte verhalen in. Als ik kijk naar het verhaal bijvoorbeeld van het meisje dat in 3 weken al haar haar verloor. Daar hebben we ook een video over gemaakt. Zal ik ook hier beneden even linken. Zij heeft alopecia. Ik wist helemaal niet dat dat zo'n veel voorkomende aandoening was. Maar ik kreeg heel veel berichten van meiden die daar ook mee te maken hadden. En er zitten natuurlijk heel veel van dat soort echte verhalen in Linda Meijden. Het leuke is trouwens ook dat we met haar een crowdfunding actie hebben gedaan om een pruik van echt haar voor haar te kopen. En die is binnen 1 dag gelukt. We hebben 5000 euro opgehaald in 1 dag. Ik ben vet trots. En dan komt alles samen. En dan ben ik echt gelukkig. Hoe heb je leren vertrouwen op je eigen creativiteit? Of deed je dat altijd al?
Ik ben altijd wel een creatief iemand geweest. Ik heb altijd 101 ideeën. Je kan me over alles laten praten. Ik kan overal ideeën bij bedenken. Ik denk dat dat wel een kracht is. En ik vertrouw daarop omdat ik ook al bijna 10 jaar zelf content maak die werkt. Ik ben puur als hobby begonnen met een dagboek online. En dat werd een soort modedagboek. En mensen gingen dat lezen, gingen dat volgen. Dus als je die bevestiging krijgt ook in aantallen en mensen die feedback geven, dan weet je op een gegeven moment wel wanneer iets goed gaat of niet. En daarnaast heb ik bij zowel Instagram als YouTube als Linda Meijden natuurlijk hele tastbare resultaten. Dus ik zie de volgers groeien bij Linda Meijden of bij mijn eigen kanaal ook nog steeds. YouTube gaat langzaam, jongens. Maar Instagram gaat goed. Wat ik trouwens niet weet waarom mijn YouTube kanaal best wel langzaam groeit. Ik ben daar ook helemaal niet obsessief mee bezig. Maar het zou natuurlijk leuk zijn om ooit bijvoorbeeld 50.000 of 100.000 volgers te hebben. Ik maak ook niet van die prank video's of tags met zo groot mogelijke namen en dat soort dingen. Ik doe gewoon lekker mijn eigen dingen, whatever. Ja, dus je hebt wel tastbaar bewijs. En wat interessant is, is dat de magazine-markt eigenlijk een dalende markt is. Veel titels moeten heel erg inkrimpen qua redactie. En Linda Meijden is tegen de stroom in. Niet alleen heel constant, maar ook nog steeds aan het groeien het afgelopen jaar. Dus ik zie ook dat sinds ik er ben, de oplage gewoon nog steeds mega goed gaat en alleen maar omhoog gaat. Dat de volgers ontzettend omhoog gaan, de engagement. Dan weet ik gewoon dat ik het goed doe en dat ik erop vertrouw. En voor zover mensen eerlijk tegen mij zijn in mijn team, merk ik dat ze het prettig vinden om samen te werken. En dat het fijn is om te sparren. En andersom haal ik ook superveel input en creativiteit uit mijn team. Dus ja, dat is toch een beetje een kwestie van gevoel en cijfers combineren. Maar ja, creativiteit is iets wat je sowieso moet vertrouwen. Want het komt uit jezelf. Dus een soort intuïtiedingen en een natuurlijk iets. Dus daar moet je niet aan twijfelen. Waar haal je je inspiratie uit voor een nieuw themanummer? Nou, wat we eigenlijk doen is, we hebben aan het begin van elk jaar een mega brainstorm. Dan zitten we met een heleboel mensen, 20 mensen bij elkaar. En dan gaan we eigenlijk gewoon sparren over welke onderwerpen bij ons leven. Iedereen heeft dat voorbereid. We hebben veel onderzoek gedaan, veel naar buitenlandse titels gekeken. Binnen onze vriendengroepen rondgevraagd, et cetera. En dan gaan we eigenlijk gewoon dingen roepen. En vaak overlappen er ook wel dingen. En wat je natuurlijk wil in een jaarplanning, dat er een sensationeel onderwerp tussen zit of sensationele cover. Je wil iets dat meer maatschappelijk is en meer de diepte ingaat, zoals vorige zomer de blote tiet of niet, die ging over de baas zijn over je eigen lichaam, wat Instagram ook zegt. Maar we hadden ook die sensationele Lil Kleine cover en we hadden ook die mooie knaller met Monica met Baby. Dus zo probeer je een mix te hebben van misschien vrolijkere, luchtige thema's die je meteen, als je ze in de winkel ziet liggen, wil hebben. In januari hebben we bijvoorbeeld een nummer en oh my god, je wordt er zo vrolijk en heerlijk happy van als je het ziet. En dat is gewoon wat het is. Het is een heerlijk happy nummer om je even door januari heen te slepen. Het nummer daarna, wat we maken in de Internationale Vrouwenmaand, meer diepgang brengen. Het nummer daarna mag een stoere groepscover zijn wellicht. Hint. Dus je probeert een balans te vinden tussen verschillende moods en ook momenten die goed bij een jaar passen. Dus in Internationale Vrouwenmaand wil ik nu elk jaar een terugkerend female power nummer maken. Waarin we allerlei vrouwen vieren en een platform geven en ja, eigenlijk een schouderklopje geven. Dus zo kijken we naar de thema's en vervolgens gaan we die met individuele brainstorms verder aankleden. Waarbij iedereen dingen mag roepen en je natuurlijk ook een beetje ruimte houdt om in te spelen op actualiteiten. Hoe deal je met leidinggevende functie en alle struggles die daarbij komen kijken? Ik heb natuurlijk al een jaar of 6 mensen zelf ook in het team voor mij werken. Van fotografen tot video-editors tot producers. Dus in die zin vind ik het niet spannend om leiding te geven of aan te geven wat mensen moeten doen of kunnen doen of hoe ze kunnen bijdragen aan een idee. Ik vind dat moeilijk over mezelf te zeggen. Maar ik heb het idee dat je met kindness heel ver kunt komen. Ik wil niet een baas zijn waar mensen bang voor zijn. En niks tegen durven te zeggen. Ik vind ook dat je een grapje met elkaar moet kunnen maken. En ik probeer mensen ook heel erg te wijzen op wat ze goed doen. En wanneer ik heel blij met ze ben. Tegelijkertijd ben ik wel heel eerlijk. Ik wil gewoon het beste blad, het beste YouTube kanaal, de beste Instagram maken. En dat kan alleen samen. En dat betekent soms dat een idee nog beter kan. Of dat iets wat ik in mijn hoofd had anders is uitgepakt in de werkelijkheid. En ja, dan is het natuurlijk mijn taak om dat bij te sturen. En dat is heus niet altijd alleen maar roze geur en maneschijn. Maar
ja, dat hoort gewoon bij werk. En andersom mogen mensen mij ook feedbacken. En krijg ik natuurlijk ook feedback op mijn werk. Ik denk dat je gewoon heel helder en eerlijk en straight moet zijn. En altijd aardig en respectvol met elkaar om moet gaan. En dan kun je heel prima tips of kritiek of aanpassingen uitwisselen. Ben je degene die uiteindelijk alles besluit? Ben je het hoogste niveau van de redactie? Nou, ik ben wel de soort van eindbaas van Linda Meijden. Als ik iets absoluut niet wil of absoluut wel wil, dan is het vertrouwen in mij gesteld om te beslissen dat dat de goede keuze is voor de titel. Ik luister dan natuurlijk wel naar mijn team en naar mensen die me daarin adviseren. En boven mij staat dan weer Yildow, die de baas van alle Linda-titels is en die ook altijd hele goede adviezen heeft. Dus als ik het echt niet meer weet, ga ik naar haar toe. En dan beslist zij niet voor mij. Ik moet altijd mijn eigen keuzes maken. Maar dan geeft ze me net een setje in de goede richting of een inzicht of een uitspraak waardoor ik verder kan en met meer zekerheid een knoop door kan hakken. Beslissingen maken over covernamen, thema's, etc. Dat komt inderdaad bij mij terecht. En dat vind ik super leuk en echt een mega eer en te gek om te doen. Waar vind je inspiratie voor je voorwoord? Je inspireert me heel erg. Hartje. Lief. Dankjewel. Zoveel lieve berichten zitten hierin. Ik ga gewoon zitten en dan schrijf ik gewoon dingen op. En vaak maak ik eerst in mijn notitieboek, schrijf ik allemaal woorden of zinnen op die in mijn hoofd zitten rondom een bepaald thema. Of dingen die ik kwijt wil, die ik wil delen. En dan ga ik daar eigenlijk een rode draad of een verhaallijn in bedenken. En met schrijven helpt het echt om het gewoon te gaan doen. Gewoon zinnen op papier zetten. Of eerst wat kernwoorden en dan aan de slag te gaan. Want anders kom je er nooit. Word je helemaal gek. Zie je Linda vaak? Vraagt iemand. Ik zie Linda best regelmatig. Linda is natuurlijk zeg maar de drukste vrouw in Nederland ongeveer. En zonder haar heel persoonlijk hierbij te betrekken of zo, is echt een van de leukste, meest inspirerende vrouwen die ik ooit heb ontmoet. Zij is echt, hoe je haar op tv zou zien, hoe je haar stuk in het blad zou lezen, zo is ze echt in het echt. Ze is heel erg betrokken, slim, heeft alles door, onthoudt ook alles, onthoudt iedereen zijn naam. Ik vind het echt een eer om onder haar te mogen werken. En ja, ik zie haar natuurlijk niet heel vaak. We hebben de eerste keer een date bij haar thuis gehad en toen hebben we 2 uur aan de keukentafel gepraat samen met Yildow over alles wat mij boeide en wat haar boeide en haar visie op Linda en Linda Meijden en heel veel gelachen. Dat was een goede ijsbreker en toen hoorde ik bij de familie een beetje. Welke hoofdredacteur inspireert jou en waarom? Een van mijn grote inspiraties specifiek op dit vak is Elaine Welteroth. Zij is tot een jaar geleden hoofdredacteur van Teen Vogue geweest. En heeft dat totaal omgeturnd van een blad over mode en beauty naar een titel die eigenlijk alle hoekjes uit elkaar trok. En liet zien dat jonge vrouwen en over de Kardashians willen lezen. En over een nieuwe skinny jeans die je billen geweldig mooi maakt. En over Trump en body positivity en Me Too en dat soort serieuze onderwerpen. Het mooie is dat deze jongere generatie, generatie I en Z, weer veel activistischer zijn. Ze willen een verschil maken, ze hebben een mening. Ze laten zich niet bullshitten. En dat had zij heel erg door. Ik doe nog even 1 vraag. Wilde je dit altijd worden? Ja, zeker. Ik wist al toen ik 10 was dat ik bij een tijdschrift wilde werken. Toen ik altijd de Els van moeder pikte en andere bladen die ze las. En zelf abonnementen op de Tina en dat soort bladen had. En ik dacht gewoon, deze wereld van dingen maken en plaatjes en teksten vind ik fascinerend. Als kind maakte ik dus al een soort, wat zou dat nu zijn? Misschien een beetje Vice-achtige lijstjes. Knipte ik uit de krant alle creepy krantenberichten over gekke moorden. Of bijvoorbeeld een vinger die in een brood werd gevonden. Of een vrouw die een inbreker neermapte met een vis. En dat soort sikke dingen. En die knipte ik dan uit en daar maakte ik dan boekjes van. Dus het zat er vroeg in. In de tussentijd is mijn camera uitgevallen en zit Jordi al bijna 1,5 uur op mij te wachten. Omdat ik deze Q&A aan het doen ben. Ik ga nu kou in, waar ik echt zo geinig van word. Lekker naar Jordi toe. Ik denk dat ik de vlog even hier afsluit. Dan hoef ik niet meer na te denken over dat ik nog moet filmen of zo. Hij is toch hartstikke lang volgens mij. Dus heel erg bedankt voor het kijken vandaag weer. Morgen ga ik weer een nieuwe opnemen met allerlei leuke dingen. In de ochtend echt iets leuks. En in de middag ook. Daarover morgen weer. En als je geen vlog meer wil missen, vergeet dan niet even te abonneren. En je kan me ook op Instagram volgen als je veel meer outfits en dat soort dingen wil zien. En dan zie ik je gezellig morgen weer. Doei!